Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Mirjam en Peter, pleegzorg. Dat heb ik even opgezocht in de Vandalen, maar daar staat helemaal niks over pleegzorg in. Wel pleeg en plegen. Maar wat houdt pleegzorg nou eigenlijk in? Pleegzorg houdt in dat je eigenlijk een kind van andere ouders opvoedt. Die woont bij je, die blijft bij jou tot, nou ja, ligt er aan wat voor pleegzorg je doet. Wij, in onze situatie is het zo dat wij 2 pleegkinderen hebben. En die blijven bij ons totdat ze, nou ja, meerderjarig zijn. Maar hoe kom je daartoe om een pleegouder te worden? Want dat moet toch iets zijn dat je triggert dan? Ja, nou, dat is eigenlijk, Mirjam heeft dat altijd gezegd van, nou, dat is nou iets waar mijn hart ligt. Gewoon ja, die kinderen die of geen thuis hebben of die het niet makkelijk thuis hebben. Om die op te nemen, om die een stukje familiegevoel mee te geven, om die een stukje liefde mee te geven, gezinsleven mee te geven. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is Mirjam de schuld. Oké, okay. Jouw fout, jouw schuld. Okay. Leuke schuld hoor. Maar jullie hebben al een aantal pleegkinderen gehad, hoe lang doen jullie het al? We doen het nu 6 jaar. Ja. En we hebben in totaal nu 11 pleegkinderen gehad. Oké, 11 pleegkinderen, ja. Over de vloer gehad en in allerlei variaties en noem het maar op. Meisjes, oudere, jongeren, vertel eens van. De oudste was 7. In principe vangen wij wat jongere kinderen op. Ja. We hebben op dit moment een meisje van 7 in huis. Die blijft bij ons totdat ze volwassen is. En we hebben een jongetje van 2,5 in huis, die blijft ook totdat hij volwassen is. En dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want we hadden ons opgegeven als crisispleegouders. Dus pleegzorg voor kinderen die uit hun eigen gezinssituatie gehaald werden, waar ze dus een pleeggezin voor nodig hadden. En wij hadden voor ogen, nou, dat doen we dan 2 of 3 maanden, 4 maanden, totdat er een ja, dat heet een perspectiefbiedend pleeggezin gevonden is. En dan zouden die kinderen dus weer verder gaan. Okay. Maar, of terug gaan naar ouders. Of terug gaan naar ouders. Dat kan, ja. Dus ook. Ja. Maar je hebt dus een aantal vormen van pleegouders. Hè? Een aantal, je hebt net crisisopvang. Ja. Je hebt ook andere, wat zijn er nog meer vormen dan? Je hebt de langdurende opvang, hè, ja, de pleegzorg. En je hebt de kortdurende, hè, dat kan zijn voor 1 jaar of 2. En dan heb je de weekendvakantiepleegzorg. En dan duurt dus, je ontlast dan een gezin 1 à 2 weekenden per maand. En in de vakantietijd 2 weken bijvoorbeeld. Okay, dan gaan die kinderen bijvoorbeeld met jou mee op vakantie. Net wat je van plan bent. Wat moet je hebben om pleegouder te worden? Daar staat natuurlijk een hoop geduld en, en gevoel voor passie voor kinderen natuurlijk. Gevoel voor humor. Ja. Heb je echt nodig. Groot hart. Groot hart, ja. Je moet kunnen incasseren. Ja, wat heb je nog meer nodig? Je moet stabiel zijn. Daarnaast moet je natuurlijk een goed gedrag hebben, geen slagblad hebben, dat soort dingen allemaal. Maar dat is wel fijn. Dan krijg je ook een opleiding daarvoor. Want stel dat iemand zegt van nou, lijkt me even leuk, laat ik ook maar even pleegouder worden. Er zouden toch wel een aantal criteria aan vastzitten om dat te kunnen doen. En je zou een bepaalde opleiding krijgen of niet? Nou, je wordt, krijgt een cursus. Je krijgt een cursus en je wordt, zeg maar, helemaal binnenstebuiten gekeerd door de, in dit geval door Lindenhout uit Arnhem. Ja, dan krijg je gewoon een hoe heet ze ook alweer? Een gezinsonderzoek krijg je. Ja, een gezinsonderzoek. Dus kijken hoe de samenstelling van jouw gezin is, ze praten met alle kinderen. Hè, ook kijken van, nou, wat willen hun? Vinden ze dit leuk? Past het in dit gezin?
ja, wat houdt zich iets heel bijzonders? Ook de kinderen natuurlijk in dat gezin zijn heel belangrijk om mee te doen met de pleegouderschap, ja, natuurlijk. Ja, wij hebben gezegd, als een van de kinderen zou zeggen van, ik zie dit helemaal niet zitten, ik wil het niet, dan doen we het niet. Maar dan kan het ook niet. Oké. Okay. Dan is het echt onmogelijk. Ja, dus het hele gezin moet erachter staan, zo, ja, gezegd. Ja, je doet het eigenlijk met z'n allen. Oké. Okay. Hey, maar dan krijg je op een gegeven moment een kind in huis. Weet u dan wat de achtergrond is? Je weet natuurlijk wat de crisis is, want jullie zijn wel de crisisopvang, heb ik, ja, begrepen. Wij weten niet altijd wat. Nee, we, nee, worden niet goed geïnformeerd, maar dat vind ik ook wel leuk. Want zo kun je ook een beetje kijken van, hè, wat doet een kind? Wat zie je eraan? Nou ja, dat beetje dat ontdekken vind ik wel leuk. Een beetje observeren. Oké, okay, maar ik denk dat zo'n kind ook een behoorlijk rugzakje heeft. En je moet daar altijd ook mee om kunnen gaan, ja, natuurlijk. Ja. Hè? Dat, vaak zijn het ook kinderen met een inderdaad een behoorlijke trauma. Of, ja. Dat kan. Maar als crisispleeggezin, net wat Mirjam zegt, hoor je dus niet van de achtergronden. Nee. Daar hoor je niks van. Je hoort van. Vermoedens. Ja, vermoedens. Okay. Maar het kind wordt weggehaald bij de ouders. En ze hebben op dat moment hebben ze een pleeggezin nodig. Ja. En dat is dan een crisispleeggezin. Dus het kind wordt weggehaald, hup, in de auto, en wordt naar het crisispleeggezin gebracht. Van, nou, hier is het kind. En meestal hoor je dan later, een dag of een paar dagen later, heb je overleg over wat er eventueel... Maar wij mogen ook niet alles weten natuurlijk. Nee. Maar dan krijg je later te horen van, nou, dit is in grote lijnen wat er aan de hand is. Oké. Ja, want je moet ook natuurlijk... weten wat, hoe het met de kinderen opgaat. Ja. Zijn er eigenlijk veel pleeggezinnen in Nederland? Heb je een paar cijfers over? Ik weet wel dat er ontzettend veel pleeggezinnen gevraagd worden. Ja. Ja. En ja, dat er een tekort is. Ja. Ja, dat was de cijfers vorig jaar. Ik weet het niet over de pleeggezinnen, maar wel de pleegkinderen. En dat zijn er 30.000 die op de nominatie staan om... Ja. Om zeg maar in een pleegzorgtraject te komen. Ik weet niet of dat het aantal is, of dat het aantal totale pleegkinderen is, want het, ja, is wel een behoorlijk aantal wat je noemt. Maar er zijn in ieder geval heel veel kinderen die op zoek zijn naar een warm thuis. En even waar ze even tot rust kunnen komen, zich veilig kunnen voelen. Even ontlast zijn eigenlijk. Stel nou dat iemand zegt van, nou god, ik vind het toch interessant. Je noemde net al Lindehout is een organisatie. Er zijn denk ik meer organisaties. Er zijn er meerdere, die, ja, dat, die, ja, doen. Stel dat iemand zegt van, nou, ik wil toch graag wat meer informatie hebben. Ik wil weten hoe dat zit. Ik wil wat. Ik voel er misschien wel wat voor, maar ik wil eerst weten hoe het van de hoed en de rand zou gezegd. Ja, moeten ze ook doen. Oké, okay, maar van kan je adviseren? Lindehout heeft allemaal van die avonden. Dat kun je als als je er wat meer over wil weten, kun je bij hun terecht. En dan wordt er eigenlijk globaal wat verteld. Worden positieve dingen verteld, worden negatieve dingen verteld. Dus ja, weet je, dan krijg je een beetje een beeld, wat gaat pleegzorg betekenen? Ja, wat houdt het voor je in? Wat houdt het in? En wat voor consequenties, ja, heeft het? Ja. Ja. Voor de vergoeding hoef je niet te doen, heb ik begrepen. Nee. Nee, helaas niet, nee. Oké, okay, dat is in Nederland weer typisch Nederlands geregeld, zo gezegd. Ja, 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 maar... Daar moet je ook niet voor willen doen. Nee, mijn kind brengt veel meer dan geld. Nou hebben jullie natuurlijk kinderen in huis met een andere achtergrond, met ook andere ouders, biologische ouders natuurlijk. Ja. Dat moet natuurlijk ook nog maar klikken, want hoe is dat contact met die biologische ouders? Hoe gaat dat? Ja, dat is de ene keer gaat dat eigenlijk best goed, maar er zijn ook ouders bij die je eigenlijk gewoon als de vijand ziet. En ja, daar klikt het wat minder mee. Maar ja, it's all in the game, hè? Over het algemeen hebben we eigenlijk altijd wel, ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. He, dat je ook met ouders overweg kan. En ja, ik kan me best voorstellen dat ze je even tijdelijk als de vijand zien, want wij hebben hun kind. Ja. Dus dat kan ik best wel begrijpen. De manier waarop ze uit huis geplaatst zijn is natuurlijk ook... Is heel wisselend. Ja. 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 Ja, we hebben ook vrijwillige plaatsingen gehad. He. Want ouders vrijwillig zeiden van, nou ja, oké, laat ze maar even gaan. Ja. En dan heb je het gewoon een heel ander contact. Dan maakt het ook een stuk makkelijker natuurlijk. Dat maakt het heel wat makkelijker, ja, maar ook voor ouders. Okay. Wat zou je meegeven aan mensen die eventueel zeggen van, nou, ik ben toch geïnteresseerd, ik wil graag ouder worden of pleegouder worden. Wat zou het voor hun betekenen? Nou, ik vind het een verrijking. Mm-hmm. Moet ik echt, dat is het eerste, ja, wat ik altijd vind.
Je krijgt een kind in huis en wij zien het altijd als een flatbloemetje wat binnenkomt. En je ziet het in de loop van de tijd, zie je het omhoog komen tot een mooie knop. En die dan uitkomt eigenlijk als een prachtige bloem. Zo moet je het zien. Dus je doet er wat mee, je stopt de liefde in, je geeft ze aandacht en alles wat ze verdienen. En dan wordt het prachtig. Dat zou ik ze mee willen geven. Dat is echt fantastisch om te zien. Stel nou, iemand heeft met echtpaar goed overleg gepleegd, ook met het gezin eventueel, en wij willen kandidaat pleegouders zijn. Wat zijn de eerste stappen die ze moeten ondernemen en waar kunnen ze eventueel informatie krijgen daarover? Je zei net, Lindehout heeft wat informatie, maar sowieso. Stel dat ze een persoonlijk gesprek wil hebben met iemand en zegt van nou, vertel me nou eens eventjes, hoe zit dat? Nou, dan zou ik als aspirant pleegouders, zou ik bestaande pleegouders aanschrijven, contact zoeken met bestaande pleegouders. Die zijn altijd eigenlijk wel willend om informatie te geven. Dan krijg je informatie uit de eerste hand. Ook als je denkt van nou, ik vind het toch moeilijk om die eerste stap te zetten naar Lindenhout. Mm-hmm. Nou, dan is het gelijk al officieel, hè, zo gezegd. Nou, niet als je naar die avond toe gaat. Die avond is echt serieus vrijblijvend. Ja. En daar kun je ook eigenlijk vragen, wat zijn bijvoorbeeld bij mij in de plaats de pleegouders? Want ik denk dat je namelijk anders niet in contact komt met pleegouders. Want niet iedereen weet dat je een pleegouder bent. Ja. Bij ons weten ze eigenlijk nooit waar de kinderen vandaan komen. Hooguit dat ze zeggen, goh, loop je alweer met een kind? Ja. Maar ik bedoel, that's it. Ja. Nou, we hebben hier ook bijvoorbeeld een keer met de kerstmarkt, 2-3 jaar geleden, hebben we een pleegzorgavond willen organiseren. Ja. Dus met de kerstmarkt hebben we het aangegeven, hebben we mensen uitgenodigd, mailadressen gevraagd. En heeft u belangstelling? We hadden eigenlijk een hele leuke zaal vol, waarvan er in ieder geval één stel was meteen. Nee, er zijn 6 stellen die zijn toen uiteindelijk pleegouder geworden. Oh, 6 stellen zijn pleegouder geworden. Nou, op die avond was er al meteen sporen. Één die zei van ja, we gaan dit doen. Ja, maar ook hele leuke gesprekken wat je dan hebt. Ja, ja. Dat is ook leuk. Voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Ook iets te vervoeren? Vraag onze scherpe huurprijzen.